Ja, deze hadden jullie volgens mij echt even nodig, hè, met z'n allen bij Excelsior. Ja, klopt. Laatste week gaat het qua resultaten gaat wat minder, maar dan hik je er zo lang tegenaan. Elke week krijg je een beetje hetzelfde verhaal van wanneer ga je nou weer 3 punten pakken. Een beetje de druk van buitenaf. Maar ja, ik denk ook niet dat de laatste week altijd terecht was dat je verliest. Roda Zwolle thuis, als je zoveel kansen creëert, dan moet je gewoon een wedstrijd beslissen. Maar ja, dat maakt dit niet minder mooi. Ik zag het er wel een beetje aan af, ook in die beginfase zeker. Die gretigheid, 2 weken moeten wachten en jullie knalden er bovenop. Ja, klopt. De eerste 10 minuten waren aardig voor ons, denk ik. Veel corners. Schot op de lat, volgens mij. Sparta die kwam er even niet uit. Dus dat was wel wat we wilden. En, in het begin van het seizoen hebben we dit ook een paar keer gedaan. Kom je ook 1-0, 2-0 voor. Maar nu viel die helaas aan de andere kant. En dat was even een bouwmoment. Toch weer een tik voor het vertrouwen, zo'n moment dat je toch achterkomt dan? Ja, tuurlijk. Het is nooit lekker. Vooral als je 6-7 wedstrijden achter elkaar niet gewonnen hebt. Wil je thuis liefst voorkomen natuurlijk. Maar ik denk dat we dat heel goed opgepakt hebben met z'n allen. Daarna dat Stanley hem heel lekker binnenschiet. Ja, dat was wel even heerlijk, denk ik. En juist bij deze wedstrijd, waarbij de supporters het liefste willen dat als die wederopstanding dan komt, dat het hier is. En uitgerekend tegen Sparta. Ja, de trainer gaf er van tevoren aan van je kan weer iets van je goodwill terugwinnen die je in het begin van het seizoen gecreëerd hebt. En niet alleen voor jezelf, maar ook inderdaad voor de buitenwacht, voor de supporters. Dus ja, dan moet ik een spreekwoord eruit gooien. Spijkers met koppen slaan. Hoppakee. Nee, dat is alleen maar lekker ook voor de supporters, maar vooral voor de ranglijst, voor het vertrouwen, voor alles. Het is naarmate het einde vordert, door die aansluiting dus even wel nog even billen knijpen. Dat had je denk ik liever anders gezien. Ja, ik weet niet hoe wij het altijd doen, maar we maken het altijd weer spannend. En stress en crisis op het einde. En dat was eigenlijk totaal niet nodig, vond ik. We maken die 3-1. Sparta was op dat moment wel de betere ploeg, maar creëerde eigenlijk geen kansen. Ja, en, na die 3-1, eigenlijk een moment uit het niets maken ze die 3-2, denk ik. Ja, dan weet je dat de laatste, 25 minuten heel moeilijk ging worden. Maar gelukkig stand gehouden en de stand op de ranglijst is ook gelijk weer iets draaglijker. Zo is het dan gelijk. Ja, ik denk dat we weer een paar plaatsen gestegen zijn, denk ik. 12e, 13e zal het zijn. Maar ja, je weet ook, het rechterrijtje staat zo dicht bij elkaar dat je had ook zomaar laatst kunnen staan. Maar je hebt in ieder geval die punten binnen en dat is voor het oog ook wel beter. En nu moeten we voor de winst op gewoon doorknallen om richting de 18 punten te gaan kruipen, denk ik.